Ik ben Johan Kroonen, 43 jaar, getrouwd met Angelique. En we hebben samen één zoon, Rowan. En wij wonen hier in Spijkenisse. Nou, ik ben Angelique Kroonen, ben getrouwd met Johan. En ik ga ook mee naar China, naar Chengdu, om te supporten. Nou, World Police and Fire Games lijken voor mij toch wel de Olympische Spelen voor hulpverleners. In het begin had ik zoiets van, oké, en wat is het? Want ik was er helemaal niet mee bekend. Ik ga meedoen met tafeltennissen. Dat is voor mij wel de sport voor mij. Daar ben ik als jonge jongen ooit mee begonnen. Ik was 10. Begonnen met tafeltennissen. En ja, World Police and Fire Games in Chengdu en dan tafeltennissen. Dat is voor mij echt het summum. Johan, ja, die is met voorbereid fanatiek. Dus hij wil echt wel hij doet altijd zijn best. Je strijdt tegen collega's uit andere delen van de wereld. En ik denk als sportman of vrouw lijkt me dat het mooiste wat er is. Nou ja, zoals je aan mijn uniform kan zien, werk ik bij de politie. Ik werk hier als milieuagent en operationeel brigadier. Ik ben dit werk ooit gaan doen omdat ik het verschil wilde maken binnen de maatschappij. En de afwisseling, dat vind ik prachtig aan dit werk. Je weet nooit wat er gaat gebeuren die dag of die avond dat je aan het werk gaat. Dus dat is voor mij het mooiste wat er is. Ja, geweld tegen hulpverleners, daar begrijp ik helemaal niks van. Ik begrijp niet waarom mensen willen vechten met de politie die komen om hulp te bieden. Ik ben zelf ook een keer geweld tegen mij gebruikt. Daar ben ik meerdere malen voor mijn hoofd geslagen. En ik weet nog dat ik daar heel boos om werd. Want ik denk van ja, weet je, ik ben gewoon met mijn werk bezig. En ik heb niks persoonlijks tegen diegene. Sporten, dat zorgt ervoor dat ik lekker mijn hoofd leeg kan maken. Dat ik niet aan mijn werk hoef te denken of aan het incident wat je hebt meegemaakt. En dat je dan lekker kan trainen, je energie kwijt kan raken en lekker lachen met je vrienden. Dat geeft mij wel rust.